Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vroeg, ik ben echt vroeg opgestaan omdat ik nog een vlog voor vandaag moest monteren. Dus ik had dat helemaal vergeten. Ik dacht dat ik een vlog had en toen dacht ik gisteravond, oh ik moet dat nog monteren, maar gisteravond was te laat. Dus vroeg opgestaan om te monteren. En nu ben ik op de carpool eerst aan het wachten op Celine. En dan gaan we naar Sonhoven, want vandaag shooten we 2 tutorials voor Bella Pierre. Super tof. Dus vandaar ook de no make-up, want dat wordt gedaan. En de haren worden ook gedaan. Dus het was wel fijn dat ik dat deze morgen allemaal niet meer moest doen. Want zo vroeg, dan heb je daar zo geen goesting in. Dus dat is wel zo'n voordeel. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat gaan. We zouden de hele dag gepland hebben tot denk 4:30. Maar 2 tutorials lijkt mij dat we sneller klaar zijn. Celine en ik zijn wel best vlot. Dus we zullen zien. Daarna moeten we nog naar kantoor, want er zijn heel wat pakjes. Dus die gaan we ook nog maken. En daarna ga ik ook nog mijn United Wardrobe spulletjes verzenden. Dus het is nog wel wat. En ik wil nog naar de fitness gaan, maar ik weet niet of dat erin gaat zitten. We zullen zien. Maar eerst beginnen we met de shootdag. Ja. Oh ja, we moeten uit die kettingen. Denk het, hè. Ik denk dat je die op de box niet aan hebt. Nee. Ja, ik zou die best doen. Wat is dat? Is dat? Ja, ik denk dat je niet dat is niet zo. Oké, dat los doen misschien wel. Zo, you ready? I'm ready. Born ready. Yeah. En onze setup. Kijk hoe mooi. Wow. Cute. Opstelling nummer 2. Nu gaan we meer avondlooks filmen. Bij mij. Ja. Ik heb echt vettig haar. Sorry. Die kookhoer hebben altijd vettig haar. Die kookhoer hebben altijd vettig haar. Ik ben toch maar lekker skinny. Ja. Ik sta niet daar. Ik heb hallo, goedemorgen. Of middag denk ik ondertussen al. Ik ben al gaan sporten deze ochtend. Dit is mijn outfit. Schoenen zijn Nike. Zijn geen flauw idee welk model, maar die zijn al oud. Mijn legging is Gymshark. Mijn sport BH is Gymshark. Matching. En mijn blouseje of t-shirtje is van H&M. Ik ben nu hier op kantoor. Dit is trouwens onze nieuwe fotostudio. Kijk, rood. En ik ben pakjes aan het maken. Dat is van United Wardrobe. Dat zijn al pakjes van Totally Too, maar ik ben nog bezig. Ik wou jullie ook even onze box van Bella Pierre laten zien. Alle producten zijn dus niet op dieren getest. En het is ook minerale make-up, dus dat verstopt uw huid niet. En dat zorgt ervoor dat je geen puistjes krijgt en all the good stuff. Onze eerste box, die is denk ik nog wel verkrijgbaar. Ik denk ook dat we er nog 1 of 2 hebben op totally2.com. Dus ga zeker checken en dan onder skin. En dit is dus onze nieuwe box. Deze kunt je verkrijgen bij Bella Pierre zelf. Dit is de buitenkant. Ja. Kan je me storen? Ja. Dus dit is de buitenkant. En zo ziet de binnenkant eruit. Hier zit normaal nog een foundation. Ik gebruik Nutmeg in foundation, maar ik heb die zelf in gebruik. Omdat mijn andere op was. Zo ziet het eruit in de box.
Dan, ja, het is een Mineral Loose Foundation. Dus dat breng je aan met een kabuki borsteltje. En dat is echt super goede foundation. Dan hebben we de Loose Blush in de kleur Desert Rose. Echt een van de mooiste blush kleuren. En wat bij iedereen past. Dan hebben we shimmer powder, maar die kunnen we ook gebruiken als oogschaduw. En dat is de Deja Vu. Zo'n champagne rozige kleur. Dus die kunt je gebruiken als oogschaduw en als highlighter. En dan hebben we nog de Cheek and Lip Stain in de kleur pink. Dat is deze. Ja, Oscar. Wilt je naar binnen? Ik pak je drek. En deze is voor aan te brengen op uw wangen of op uw lippen. Dan kunt je kiezen. Het is een hele mooie roze kleur. En de looks die wij dragen op de foto's zijn dus ook helemaal met alles van deze kit. Zo, en hier zien je, ja, ik denk dat jullie het hier beter zien. Zoals jullie zien hebben we de shimmer oogschaduw op. Hebben we die ook als highlighter op, ook op de neus. Hebben we de cheek en lipstain op onze lippen. En ja, de blush ook op. Dus wij dragen alles op deze foto en de foundation natuurlijk. De naam van de box is Pretty in Pink. En op de achterkant staat wat er allemaal in zit en hoe je het kunt gebruiken. De foundation kunt je zelf kiezen. Dus als je op hun site gaat, kunt je je kleur echt zelf kiezen. Want ja, ik heb de kleur Nutmeg. Maar ja, jullie hebben misschien een andere kleur. Ivory of zo, als je een beetje witter bent. Of iets donkerder en dan maple of zo. Maar dat kunt je dus zelf kiezen. Maar de oogschaduw, de cheek en lipstain en de blush zijn wel de kleuren die er standaard in zitten. Als jullie deze box zelf willen bestellen, kunnen jullie naar deze website gaan. Of ik denk bij veel apothekers hebben ze ook Bella Pierre. Omdat het echt een mineraalmerk is, kun je dat bij de apotheker verkrijgen. Maar binnenkort gaan jullie dus de tutorials kunnen zien. Eén tutorial van de eerste box staat al online. Ik zal hieronder in de beschrijving zetten. Als jullie die willen zien en willen weten wat er in de eerste box zat. En de rest, deze box is wel al uit. En dan hebben we nog een box voor de feestcollectie. Maar die komt pas binnenkort uit. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.